Een van de dingen die ik leuk vind aan de Pacer is dat hij zo vreselijk uit verhouding is. Ten opzichte van zijn lengte is hij eigenlijk veel te breed. Dat komt omdat hij achterwielaandrijving heeft. De bedoeling was voorwielaandrijving, maar dat lukte niet om uiteenlopende redenen. Dus moest er een middeltunnel komen, want er moest een aandrijf vast naar de achterwielen. En daarom is de carrosserie 10 centimeter breder gemaakt ongeveer dan de bedoeling was. De Pacer staat bol van de eigenaardigheden. Hij heeft bijvoorbeeld 2 ongelijke portieren. Dat heeft AMC gedaan vanwege de veiligheid, om passagiers aan de kant van het trottoir veiliger te laten instappen, makkelijker. En je ziet hier een kunststofpaneel dat hoger is dan de ruit. Dat heeft AMC gedaan omdat mensen zich in de auto onbeschut voelden. Vanwege het lage raam. Dus dan hebben ze er een te hoog kunststofpaneel tegen aangeschroefd. Keihard plastic. Maar toch heeft AMC, de ontwerpers, die hebben wel, denk ik, iets goed gedaan. Want Porsche die heeft naar de achterkant gekeken en toen ze de 928 aan het ontwerpen waren. En toen dachten ze van die gekke bolle ruiten, dat willen wij ook.